Ja, ik praat nog even na met de minister-president. Dag, meneer Bourgeois. Het viel mij op dat u vrij vroeg bent tussengekomen in het debat. Dat is niet echt uw gewoonte, hè? Het is niet mijn gewoonte, maar ik vond het wel het moment om het dan te doen. Omdat allereerst de tussenkomst, met name van de SPA, erin was van doemdenken, van negativisme. Opnieuw dat beeld schetsen alsof Vlaanderen een sociaal kerkhof is, alsof niets goed gaat hier. Terwijl u net zegt, het gaat goed met Vlaanderen. Ja, ik breng een boodschap van hoop en ik vind dat u dat ook moet doen. En ik doe dat als minister-president niet uit zelfgenoegzaamheid, niet omdat ik naast mijn schoenen loop, omdat ik vind dat het allemaal om ter best is in Vlaanderen, dat niet. Maar ik durf te zeggen, het gaat goed. Niemand kan dat trouwens ontkennen. En er was ook een oppositiepartij die dat erkent, hè? Groen bijvoorbeeld, zei, er is inderdaad jobcreatie, er is inderdaad groei in het vooruitzicht, de werkloosheid neemt af. De groei is er al, hè. Ja, maar ik hoor de Groen ook wel zeggen, minister-president, staat hij ook eens stil bij wat bijvoorbeeld de decenniumdoelstellingen 2017 zegt, om bij de 600.000 mensen die flirten met die armoedegrens. Ja, absoluut. Ik heb er ook op geantwoord. Maar eerst wil ik toch wel zeggen, alle indicatoren zijn goed. Hè? En als je het hebt over armoede, dan begin ik met te zeggen, we hebben 90.000 Vlamingen meer aan het werk gekregen. Het planbureau zegt dat we volgend jaar nog eens 66.000 aan het werk zullen krijgen. Iedereen zegt dat werk hebben de beste manier is om uit armoede te geraken. De groei is naar 1,8% gegaan. We hebben nu al 25 maanden lang een daling van de werkloosheid in alle provincies. Ook in Limburg, waar Fort Genk gesloten is. Er zijn meer starters dan ooit. De export boomt. Het onderzoek en ontwikkeling staan we bij de top 10. En dan kom ik inderdaad bij armoede. En elke arm is er één te veel voor mij. En er zijn ook mensen bij die werken. Hè? Er zijn ook mensen bij die werken, maar een minderheid. Het is inderdaad zo dat je ook mensen kunt hebben die werken die een armoederisico hebben. Dat heeft vooral te maken met eenoudergezinnen. We hebben heel veel gezinnen die uit elkaar gaan, waar een moeder, een alleenstaande moeder met kinderen en zo, heel lastig heeft. Om extra ondersteuning voor die mensen? Wij doen ontzettend veel. Eerst wil ik zeggen, voor mij is elke arme er één te veel. Twee, en dat krijgt de oppositie niet over haar lippen, krijgt men ook moeilijk in de media. Neem de statistieken van de OESO, wij staan naast Tsjechië op de beste plaats in zaken armoede in Europa. Ik ga dat niet ontkennen, minister-president, maar het is wel al 10 jaar ongeveer hetzelfde niveau. Ja, dat is ontzettend moeilijk, inderdaad, om dat te doen. Vlaanderen heeft ook niet alle sleutels in handen. Als je bijvoorbeeld ziet dat de grote problemen zitten bij eenouder gezinnen met kinderen en de nieuwkomers, de mensen die toegekomen zijn, vluchtelingen, asielzoekers, familieherenigers, die helaas heel vaak ongeschoold zijn. Van de vluchtelingen die binnengekomen zijn, is het zo dat de kleine helft alleen maar een diploma lager onderwijs geeft. Ik daag u uit om in Vlaanderen, met zijn hoge loonkost, met zijn zeer sterk hoogtechnologische industrie, jobs te vinden voor die mensen. Dat is mijn oproep aan federaal. Zorg dat we in de e-commerce, dat we daar niet duizenden en duizenden jobs blijven verliezen. Dat zijn uitermate geschikte jobs voor ongeschoolde of laaggeschoolde mensen. Al die e-commerce bedrijven gaan nu naar Nederland, naar Duitsland. Comios, de retailorganisatie, heeft berekend dat wij al 15.000 jobs kwijt zijn. Goed, ik heb minister Peters ook wel horen zeggen, ik ga proberen dat we met dezelfde wapens kunnen strijden. Dat is niet in orde. De nacht begint bij ons om 20 uur. In Nederland en Duitsland begint die om 24 uur. Maar daarnaast zeg ik ook, met die inkomens meting alleen breng je niet de armoede in kaart. Wij geven ontzettend veel kortingen aan mensen in armoede. Of het nu gaat over de kinderbijslag, of het nu gaat over kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, de lijn, de waterfactuur, de energiefactuur, noem maar op. Telkens opnieuw geven wij kortingen tot zelfs nul. Vandaag voor de energieheffing hebben we beslist om die op nul te brengen. En dus dat moet je eigenlijk ook meedenken. En dat doet men niet bij de OESO. Men kijkt alleen naar het mediaan inkomen. Zegt 60% van het mediaan inkomen is de eigenlijk bank. Moet men de koopkracht berekenen, maar hoor ik u zeggen. Dat moet je inderdaad doen. Wat kunnen mensen daarmee uitgeven? In de Verenigde Staten neemt men een ander systeem. Dan zeg maar, wat hebben mensen nodig om te eten en te drinken? Dat is zo'n bedrag. Dat bepalen ze elk jaar. Dat heb je nodig. En dan doen ze maal 3. Want daarmee kun je natuurlijk niet leven. Is het een vast bedrag? Terwijl bij ons is het een andere parameter. Maar nog eens, we doen daar alles aan. De beste manier is om die mensen aan het werk te krijgen. Daarna een zeer goed sociaal systeem te hebben. Ik denk dat we dat ook hebben. 100% alle armoede bannen. Ik denk dat we daar nog heel veel lang heel veel werk aan moeten. Moet de regering van bij monden van uw minister wil halveren, op zijn minst?
De kinderarmoede, dat is de bedoeling geweest. Het zijn normen die geformuleerd zijn voordien, voor de crisis. Gelooft u daar nog in dat het lukt? Wel, we doen er alles aan om dat te doen. We gaan in elk geval met de kinderbijslag, dat wil ik ook zeggen, die we geërfd hebben van federaal, gaan we hetzelfde bedrag dat we hebben, want het groeit niet aan helaas, gaan wij in plaats van 3,4% van dat budget te besteden aan sociale toelagen, gaan we naar 10%. Dat betekent, dat is berekend niet door ons, dat betekent door universiteiten, dat 10% kinderarmoede daarmee zal dalen. Ja. Vandaag beslist energieheffing voor sociaal beschermden gaan we afbouwen naar 0 euro. En dus maken we daar heel intens werk van. Maar het allerbeste is nog eens, ik herhaal het, dat je mensen het hebben van een job. Ja. Oké, bedankt voor deze toelichting. En u beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Volgende vrijdag krijgt u uitzonderlijk nog een extra aflevering van Studio Parlement. Het debat heeft zo lang geduurd dat we dit noodzakelijk in 2 delen moeten uitzenden. Bedankt in elk geval om bij ons te zijn. Dag. Actua TV. Het hele verhaal.